Yo kijkers van Taste Games, dit is een nieuwe aflevering en ik ga vandaag wel meedoen in deze video. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van Pretpark Bouwen met... Tuur, dames en heren, jongens en meisjes, wij zijn hier vandaag weer in het pretpark. En Tuur, wat moeten de kijkers als eerste al doen? Een duimpje omhoog. Een duimpje omhoog, dames en heren. Op de vorige aflevering hebben jullie super veel duimpjes omhoog gedaan. En ik ga de comment van de aflevering erbij pakken. De comment van de aflevering is van Lucy Breunesse. En zij zegt, hey hoi, die superleuke aflevering en je broertje blijft schattig met de intro en outro. Maar misschien kan je een wildwaterbaan maken of een souvenirshop. Plus 1 like, zoals altijd. Lucy, hartstikke bedankt voor jouw comment. En wat wij deze aflevering gaan doen, we gaan een wildwaterbaan bouwen. Hier achter mij zie je een eiland. Ik heb hier een eiland gebouwd en zoals jullie zien, je kan nog onder dat eiland, omdat dat gewoon een nep eiland is. Zoals jullie zien, je kan gewoon in het eiland. Maar zoals jullie zien, hier komt dus een toren op en dan kan je zo het water inglijden. Ik denk het in ieder geval. En hier heb ik een vulkaan gebouwd en hierin komt dan ook een dark ride. Dus zeg maar een donkere achtbaan met ineens allemaal monsters voor je. Dus dat wordt ook cool, hè Tuur? Dus daar hebben we hartstikke veel zin in. Trouwens, hier was Tuur begonnen met bouwen. Wat wou je hier eigenlijk aan bouwen, Tuur? Een huis. Een huis? Ja, dat was wel een heel lang huis, hè? Ja, maar niet heel dik. Ja, heel dik. Oké, maar wij gaan dus de toren bouwen voor dit. Oké, dan gaan we even kijken. Dan ga ik eventjes wat hout erbij pakken en dan gaan we gewoon een torentje bouwen. Weet je wat? Ik heb een leuk idee. Dan gaan we eerst zo hier omlaag. En dan gaat hij daarna de hoek om het water in. Dus dat doen we ongeveer zo hoog. En dan kunnen ze hier omhoog met een trap. En dan kan je vanaf daar kan je dan mooi water glijden. En dan kan je in een bootje gaan en dan kan je lekker naar beneden roetsen. Ze noemen dat in Limburg wel, hè, Tuur? Ja. Oké. In de vorige aflevering hebben we trouwens hier een doolhof gebouwd. En we wouden daar misschien ooit nog een tweede verdieping in doen. En er waren ook veel comments van Ties. Maak om de 5 of 10 afleveringen een download van deze map. Dus ik zal in de beschrijving een download zetten van deze map. Dan kan je daar de map downloaden, mocht je dat willen. En dan kan je zelf gewoon eens een beetje gaan rondkijken. En misschien ideeën opdoen of zo voor de map. Als jou dat leuk lijkt. Dus ik zou zeggen, ga nog wat leuke dingen aan het park toevoegen. En stuur ze lekker om naar mijn Twitter. En misschien gaan ik en Tuur jouw attracties maar wel een beetje nabouwen in dit pretpark. En dan hebben we daar hartstikke veel zin in. Trouwens, deze aflevering gaat Tuur ook nog een beetje bouwen. Nou is Tuur natuurlijk niet de allerbeste in bouwen. Maar in de comments zou ik ook van... Hey, Ties, laat Tuur ook eens wat bouwen. Dus dat gaat zeker weten ook gebeuren. Want dat vindt Tuur natuurlijk het allerleukste om te bouwen. Ja. Maar wat vind je nou leuker? Goat Simulator of Minecraft? Minecraft. Nee, volgens mij vind je Goat Simulator leuker, hè? Nee. Nee? Echt niet? Kapot. Is hij kapot? Ja. Hoe kan dat nou? Ik was een beetje te speels met hem. Was je een beetje te speels met hem? Ja. Wauw, Tuur, waarom doe je dat nou dan? Hij was op hol geslagen, die jij. Was hij vol geslagen? Ik kan die op hol slaan dan? Ja. Hoe dan? Die sprong hoger dan je bouwen. Echt? En hoger dan flats. Zo, maar dat kan toch niet? Jawel. Nee, dat kan gewoon niet, Tuur. Dat kan gewoon niet. Nee, ik lig echt niet. Nee, lig je niet? Nee. Dat is wel heel raar dan, hè? Oké, nou gaan we hier even deze constructie van de toren bouwen en dan zien we jullie zo terug. Goed, wat is de dag? Goedemorgen. Oh, ik ben aan het Tuur Games beginnen. Ja? Oké, dames en heren, jongens, meisjes, de toren voor de waterval, of de waterval, voor mij nou, wildwaterbaan, die is nou af. En wat we nu gaan doen, dan gaan we zo een beetje omlaag. Wat is er? Dat klopt inderdaad, maar dat maakt niet uit. Dus dan gaan we zo omlaag. Dan kan je hier met het bootje zo drop. En dan gaan we daarna gewoon zo omlaag. En dan gaan we hier een wildwaterbaantje bouwen. Heb je er een beetje zin in? Ja. Ja, ik ook. Ja, daar ook wel iets fout. Waarin? In Minecraft. Ja, het ligt eraan, hè. Wij zitten nu in Creative, dus dan gaat er eigenlijk niet zo vaak iets fout. Maar ik bedoel, als je per ongeluk TNT afsteekt of zo, ja, dan gaat dat natuurlijk wel fout, hè. Want dan heb je er niks meer aan. Nee, want dan ben je dood. Ja, dan ben je dood. Dan plof je met hem mee. Weet je wat we op het laatste zullen doen? Dan val je op het laatste nog een paar meter, ja? Ja. Dat is ook wel leuk. Nou, dan doen we deze dus je nog. Je ogen zijn... groot. Zijn mijn ogen groot? Oké, maar wat we nu als eerste gaan doen is het water toevoegen. Oké, ben je er klaar voor? Oké. Okay. Eerst zo'n haakje maken. Ja, even kijken of het er niet van af gaat. Oh, wat spannend. Kijk, daar gaat het water. Oeh, het werkt, Tuur. Het werkt. Oh, shit. Kijk nou, wat is hier? Oh, wacht. Dan moeten we even hier wat water doen en als het goed is, is het dan... Oh.
Zo, kijk. Oké, het is af, denk ik. Ja, het moet wel nog wat hikken, want anders varen we er natuurlijk vanaf. Maar zullen we wel één keertje testen? Oké, dan gaan we wel één keertje testen. Oké, dan gaan we hier het bootje plaatsen. Wacht, dit water moet even stil zijn. Want anders, dan stroom je er natuurlijk al vanaf voordat je in het bootje zit. Dat is natuurlijk een beetje eng. Oké, dames en heren, zijn we er klaar voor, Tuur? Ja. Tun, 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 tun. Oh. Woe! Ja, dan gaat hij kapot. Dat is even minder. Dus ik weet niet wat we daar kunnen doen zodat hij niet kapot gaat. Wacht, ik heb een idee. Dan moeten we zeg maar een beetje een tegenstroming doen. Dat er zeg maar een stroming vanaf boven komt die het een beetje tegenhoudt. Oké, ik weet niet of je snapt wat ik bedoel, maar dat maakt niet uit. Jawel. Het is ook een beetje om die spetters van die boot tegen te houden, hè? Ja. Dat is bij een echte... Ja, bij de echt pretpark ook, hè. Want dan sta je te kijken naar de bootjes. En ineens wat je zei ik dat. Als het goed is, kan je nu, als je hier omlaag gaat, word je teruggeduwd, weet je wel. Oké, dus dan pakken we een bootje. Oké, daar gaat hij natuurlijk, daar gaat hij. En nu? Ja, het werkt! Woe! Het werkt! Zie je het? Oh mijn god! Oh, nee, we vallen... Zie je wat er gebeurt hier? Ja, nu moet je duiken. Woe! Plons! Durf je dat wel, in dat diepe water? Ja. Ja? Maar ik denk dat we hem hier op het einde nog wat dikker moeten doen, hè? Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is dan het moment van de waarheid. Gaat het ons lukken? En het is weer gaan regenen, zie je dat? Het is alweer gaan regenen. Oké, dan maken we even ons inventory leeg. F5. En dan gaan we gewoon eens kijken of het werkt, of onze attractie heeft gewerkt. En dan gaan we hem de volgende keer natuurlijk helemaal afmaken, want er moeten nog wat hekjes in en alles. Oké, Tuur, ben je er klaar voor? Ja. Oké, daar gaan we. 3, 2, 0. Oeh, daar gaat hij, handen los. Ah, kijk uit, anders word je nat. Oeh, yeah, oeh, yeah. Wat doet hij? Ja, oh. Daar moeten we ook een tegenstromen. Ik heb misschien een idee. Als we hier nou gewoon glas doen. Oké, is hij zo wel goed, Tuur? Ja, maar we moeten nog een dak erop. Hier moet nog wat glas, hier moet nog wat glas. Ja, maar dat doen we nog wel de volgende aflevering, okay. Ja? Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Wacht, ik heb misschien een idee. Nee. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Het is nu tijd en de waterval. We gaan er vanaf. Tuur, heb je er zin in? Ja. Oké, daar gaat hij dan. 3, 2, 1, 0. Daar gaat ie. Oh shit, we gaan wel heel snel. We gaan wel heel snel, Tuur. Je bent nat. Huh? Wat gebeurt hier? Waarom gaan we steeds dood? Dood? Af. Je moet niet te snel ervan af met W gaan. Je moet hem gewoon lekker los laten gaan voor de mensen die de map gaan downloaden. Want anders dan knal je kapot. Dus we gaan nog één keer proberen. Oeh, we gaan heel snel. Oh, ja, daar gaat ie. Ja, oh. Hey. Nou, dames en heren, jongens en meisjes, wij gaan deze attracties en de volgende keer afmaken. Tuur gaat nou buiten de schermen lekker nog eventjes wat bouwen. En dan bedanken jullie allemaal voor het kijken naar deze aflevering. Ja. En dan gaat Tuur de outro doen. Ja. Ik moest nog bouwen. Ja, na de aflevering. Oké, dames en heren, Tuur gaat de outro doen. Bedankt voor het kijken en abonneer vast op Tiefs Games. En doe nog... Even een duimpje omhoog. Doei. Later. Ik zei doei. Ja, ik zei doei ja.